Hey. Kom binnen. Ik ben Maurits. Ik ben romanschrijver. Maar dat doe ik hier niet. Ik ga hier dichten in de torenkamer. Een week. Dat is eigenlijk vrij nieuw voor mij. Ik ben dus niet zo gewend om te dichten, maar het is wel iets wat ik graag wil ontwikkelen. Ik dacht, dan kan ik deze week en deze ruimte dan goed voor gebruiken. De werktitel van die gedichten is Ik wil iedereen bedanken die ik ooit heb ontmoet. En de gedichten draaien dus ook om ontmoetingen, of in ieder geval de ander, omdat ik vooral gefascineerd ben door het idee dat we denken misschien dat we ons leven in de hand hebben, terwijl dat leven van ons, of in ieder geval dat van mij, heel sterk onder invloed staat van anderen. En die machtsverhouding of verschuiving, daar wil ik graag over schrijven. Dus de manier waarop je leven aangezet wordt. Door factoren waar je zelf eigenlijk geen invloed op hebt, door misschien een toevallige ontmoeting. Ook al kan het natuurlijk ook gaan om mensen die al veel langer in je leven zijn. Dus dat begint niet per se alleen nu, ik ben al wat langer daarmee bezig. Dus het is niet zo dat ik hier helemaal van nul begin, maar vooral verder werken aan dat project. Tot ziens!